Dat hangt er vanaf. Hoe uitzonderlijk is dit? Nou, wij zijn heel goed voorbereid. Ik weet niet of morgen ook stormvloedkeringen dichtgaan, maar er wordt wel degelijk rekening mee gehouden met extra hoogwater, hoogwaterstanden. Dus dat hebben we in Nederland eigenlijk heel goed geregeld. Alleen is het ook vaak zo, als je over een storm communiceert, er komt een storm aan. Ja, in Gelderland, in Brabant, merk je er vaak heel weinig van. En dan zeggen ze, nou, was dit nu alles? Maar dit is echt wel een ding. Een ding. Younes is echt wel een venijnig ding wat over een groot gebied van Nederland echt problemen gaat veroorzaken. Als je het qua snelheid vergelijkt, hè, met waar moet je aan denken? Ik liep vandaag al zo over straat. Hoeveel erger is het morgen? Nou, als jij 120 op de snelweg rijdt, hè, dat mag nu 's avonds. Dus als je vanavond naar huis rijdt en je steekt je hand uit het raam, dan voel je hem ook meteen naar achter klappen. Zo zal het zijn. Dus dat zijn de windstoten. Binnen blijven dus. Nou ja, ik adviseer echt mensen om gewoon, als het kan en je hoeft niet naar buiten, blijf gewoon thuis. En ik heb liever dat we hier morgenavond zitten en zeggen, joh, het viel er eigenlijk allemaal reuze mee. Gelukkig. Maar liever dan dat mensen op stap gaan en inderdaad, nou, al het puin om je heen vliegt. Bomen en takken. Je zag vandaag al heel veel takken op de weg liggen. Nou, het was een windkracht 7. Maar denk je dat het morgen zou het dan wel code rood kunnen worden ook? In theorie. Er is een kans. En zeker als die windstoten naar meer dan 130, 140 km per uur gaan. Maar dat kan, eigenlijk kun je dat pas heel kort van tevoren zeggen. Want de codes worden uitgegeven om mensen houvast te geven en bedrijven houvast te geven. Dus als je te snel uitgeeft en het komt niet uit, ja, zeggen mensen, hoeven we ons niks meer van aan te trekken. Maar reken maar dat alle weerkamers, en zeker bij het KNMI waar het uitgegeven wordt, dat ze er bovenop zitten en echt aan het kijken zijn, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hij lijkt nu ietsjes later te komen. Dus het code oranje gaat vanaf 3 uur 's middags in Zeeland en Zuid-Holland. Mm-hmm. En alles schuift ietsjes op. Dus betekent dat ook langer in de nacht blijft hangen, nog steeds in Noord-Nederland. Maar of het inderdaad langs de kust naar 140 km per uur gaat, ja, ik kan het je morgen aan. En wat is